Boze Duitsers na de Eerste Wereldoorlog. In 1919 werd de Vrede van Versailles gesloten. Duitsland kreeg de schuld van de Eerste Wereldoorlog en er werden daarom harde bepalingen opgelegd. Ze verloren land aan Polen, Frankrijk, België, Denemarken en Litouwen, ongeveer 12% grondgebied. Ook moesten ze de kolonies afstaan en het leger moest worden verkleind tot maximaal 100.000 man. Ze moesten enorme herstelbetalingen doen voor de aangerichte schade, maar ook machines, kolen en staal leveren. Het is logisch dat de bevolking deze vredesregelingen zag als een vernedering en hiervan kreeg de regering de schuld. Duitsland had tot in de Eerste Wereldoorlog een keizer, maar in 1918 werd Duitsland een parlementaire democratie. Deze regering kreeg van veel mensen de schuld van het verlies van de Eerste Wereldoorlog, omdat zij akkoord gingen met de vredesbepalingen. In Duitsland zelf had men het hierdoor zwaar. De voedselprijzen waren hoog, er was veel werkloosheid, armoede en er waren die zware herstelbetalingen. In 1923 betaalde Duitsland de herstelbetalingen niet meer. Frankrijk en België bezetten hierop het Ruhrgebied. De Duitse arbeiders daar staakten, maar de regering betaalde hun lonen wel door. Het gevolg was een hyperinflatie in Duitsland. Prijzen stegen en geld was bijna niets meer waard. Met Amerikaanse leningen ging het weer beter, tot 1929. Toen de beurskracht in de Verenigde Staten uitbrak, werden de leningen stopgezet en ging de economie weer achteruit. Bedrijven gingen failliet en miljoenen raakten werkloos. Steeds meer mensen verloren hun vertrouwen in de democratie. Vandaar dat antidemocratische partijen veel aanhang kregen, zoals de communistische KPD en de NSDAP, Hitlers partij. In 1933 komt Hitler aan de macht in Duitsland. Hitler zorgt voor rust en werk. Er kwam een oorlogseconomie. Denk aan de autowegen en wapenfabrieken. Maar hij zorgde er ook voor dat tegenstanders uit de weg werden geruimd. Duitsland werd een totalitaire staat met Hitler als hoogste baas. Maar Hitler ging verder. Duitsland verliet de Volkenbond, stopte helemaal met de betalingen van de herstelbetaling, bezette het Rijnland, waar geen soldaten mochten zijn, ging zich herbewapenen en voerde de dienstplicht weer in. Hitler wilde Duitsland tot een wereldmacht maken. Hiervoor was er Lebensraum of leefruimte nodig. Deze ruimte was er in het oosten en die gebieden moesten dus worden veroverd. Ook had Hitler een ander plan. Alle Duitsers moesten in het Duitse Rijk wonen, oftewel Eins ins Reich. In maart 1938 werd Oostenrijk bij Duitsland gevoegd. We noemen dit de Anschluss, de aansluiting. Er werd geen tegenstand geboden. Integendeel, de meerderheid van de Oostenrijkers had hier vrede mee. De geallieerden, zoals Groot-Brittannië en Frankrijk, lieten Hitler zijn gang gaan. Ze vonden ten eerste dat een nieuwe oorlog vermeden moest worden. Daarbij vonden velen dat het verdrag van Versailles inderdaad te streng was voor Duitsland. Ook waren ze militair niet klaar voor een oorlog. Door Hitler zijn zin te geven, hoopten ze dus oorlog te voorkomen. We noemen dit de appeasementpolitiek. Een paar maanden na de Anschluss werd er een conferentie in München gehouden. Hitler wilde namelijk Sudetenland, een gebied van Tsjechoslowakije waar meer dan 2,5 miljoen Duitsers woonden. Op de conferentie vergaderden Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië om een oorlog te voorkomen. Hitler kreeg zijn zin. In september 1938 werd het verdrag van München gesloten, waarin stond dat Sudetenland bij Duitsland kwam. Bijzonder dat de Sovjet-Unie en Tsjechoslowakije zelf niet waren uitgenodigd. De geallieerden hoopten dat, nu Hitler zijn zin had gekregen, hij niet andere gebieden zou invallen. De Britse premier Chamberlain kwam verheugd terug, zwaaiend met het verdrag en blij dat de appeasementpolitiek gewerkt had. Hij zei dat er peace in our time was. Er zou geen oorlog komen. Hitler hield zich niet aan zijn afspraak. In maart 1939 viel Hitler de rest van Tsjechoslowakije binnen. Groot-Brittannië en Frankrijk lieten de appeasementpolitiek vallen en reageerden met de garantiepolitiek. De grenzen van Europese landen, zoals die van Polen, werden gegarandeerd en ze zouden dus helpen als Duitsland ze aanviel. En Hitler wilde Polen binnenvallen, maar besefte dat het dan echt oorlog zou worden. Als dat zou gebeuren, kwam er een twee-fronten-oorlog, net als in de Eerste Wereldoorlog. Met Groot-Brittannië en Frankrijk in het westen, de Sovjet-Unie in het oosten. Om dit te vermijden sloot Hitler eerst in augustus 1939 een niet-aanvalsverdrag met de Sovjet-Unie. Het Molotov-Ribbentrop-pact. Hierin stond dat ze elkaar niet zouden aanvallen en dat Polen verdeeld zou worden. Een paar dagen later, op 1 september, werd Polen binnengevallen door Duitsland. Twee dagen later verklaarden Groot-Brittannië en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. De Tweede Wereldoorlog was begonnen. Hier nog even op een rijtje de verschillende oorzaken.